via partijen werkt. De heer Jetten, tweede ronde. Ja, voorzitter, ik had gisteren met de heer Wilders een kort debatje over die btw-verhoging op sport, op boeken, kranten, cultuur. En toen gaf de heer Wilders ook heel eerlijk toe, ja, ik vind helemaal niks. Het stond ook niet in zijn verkiezingsprogramma en geen enkel ander verkiezingsprogramma, maar nu wel in die miljoenennota. Na de heer Wilders werd duidelijk, ook voor de andere fracties geldt, ja, een alternatief voor die btw-verhoging zou heel fijn zijn. De vraag aan de heer Wilders is, is zijn fractie ook bereid om de komende weken met D66 en anderen te zoeken naar alternatieve dekkingen, zodat we die btw-verhogingen op sport, cultuur, boeken en kranten eventueel weer kunnen schrappen? Nou, ik heb eigenlijk dat antwoord gisteren al gegeven. U heeft gelijk, u heeft dat ook ongeveer 25 keer herhaald, dat niemand van de coalitie dat een geweldige maatregel vindt. Maar het is wel een hoop geld. Er moet ook een dekking bij zitten. Maar er moet niet alleen een dekking bij zitten als u al enige kans van slagen wil hebben. Er moet ook een dekking zijn die alle vier de partijen van de coalitie, tussen aanhalingstekens, dus extra parlementair, moeten dat ook steunen. Ja, ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Maar dat is wel wat de afspraak in ieder geval is. Dat al die vier partijen de aard van de dekking zouden moeten steunen. Dus natuurlijk kijken we daar serieus naar. Maar afhankelijk daarvan maakt uw voorstel meer of minder kans van slagen. Dat is gewoon het eerlijke antwoord. Hey, voorzitter, heel eerlijk antwoord. Dank daarvoor. Kijk, inmiddels weten we ook uit alle peilingen, niemand in Nederland zit hier op te wachten. Dus het zou mooi zijn als we het kunnen terugdraaien, maar het is dan zonde als we over een tijdje gaan stemmen over de amendementen en dan amendementen worden weggestemd, want de dekking kan niet op steun bij alle vier de fracties rekenen. Ja. Dus als u een vrijwilliger heeft uit uw fractie voor het DART-werkgroepje van de heer Velbrief en mevrouw Van der Plas, dan melden we uw collega daar graag voor aan, want dan gaan we op zoek naar goede financiële onderbouwingen om geen boetes op leuke dingen in te voeren. Nee, we houden niet zo van werkgroepjes. Goed, voorzitter. Alle maatregelen die we hebben afgesproken moeten we dus uitvoeren. Dat geldt dus ook, ik zei het al, voor dat asielnoodrecht en dat gaan we ook doen. Voorzitter, ik rond af. Ik zei het al in mijn eerste termijn, de PVV is ontzettend trots om als coalitiepartij steun te mogen geven aan het kabinet. 2,5 miljoen mensen hebben ons niet voor niets de grootste partij van Nederland gemaakt en daar hoort het nemen van verantwoordelijkheid bij. Daar hoort ook bij dat je verantwoordelijkheid neemt voor soms pijnlijke beslissingen, maar er hoort ook bij dat je kiezer een hoop wat je hebt beloofd, bijvoorbeeld op asiel, dat je dat ook waar kan maken. En dat doen wij graag. En dat doen wij omdat wij allemaal, al die 37, 36 geweldige collega's van mij, dat wij zielsveel houden van ons mooie land, ons Nederland. Dank u wel. Dank u wel.